Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van april laten zien. Ik heb het matje erbij gepakt, die ziet er best wel vol uit. Klinkt heel raar, maar omdat ik dan de hele maand bezig ben met het testen van producten, weet ik ook niet meer altijd wat er allemaal precies in zit. Dus voor mij is het ook nog weer een soort van verrassing. Maar ik ga in ieder geval laten zien welke producten ik van april dus heel erg fijn vond. Ben je daar benieuwd naar, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met de limited editie My Little Pony van Catrice. Ik ga hier niet al te lang bij stilstaan. Ik heb hier een uitgebreide video van opgenomen. Mocht je die gemist hebben en alsnog willen bekijken, ik zal de link daarvan even in de beschrijving zetten. Ik heb hier allereerst de highlighter. Deze heeft de naam C01 Hair in Clouds. Het is een hele mooie highlighter. Kijk. Spiegeltje binnenin. Dit is de highlighter met een soort 3D effect erin. Met 1 of 2 keer aanbrengen is die al heel pigmentvol. Ik zal hem nog even swatchen. Kijk, hij zit hier. Hele mooie highlighter waar je echt heel weinig van nodig hebt. En dan komt hij eigenlijk al heel erg mooi tot zijn recht. Daar was ik echt heel erg enthousiast over. Dan heb ik ook het oogschaduwpaletten. Prachtig paletten ook. Dit palette heeft de naam gekregen C01 Dreaming of Rainbows. Heel mooi palette. Waar 12 kleurtjes in zitten. En die zijn echt heel erg mooi. Kijk, het zijn een beetje... pasteltinten die er vooral in zitten. En ook een paar heftige kleuren. Er zitten zowel... glanzende als shimmer kleuren in. Dat is hetzelfde. Er zitten zowel matte als shimmer kleuren in. Sorry, ik raad even van mijn apropos. Ik heb hier nog eventjes een paar kleurtjes geswatcht. Paletten met hele mooie pigmentatie. Waar ook echt hele mooie ooglooks mee te maken zijn. Het moet je ding zijn, maar de kleuren blenden ook heel erg makkelijk in. Dus dat vond ik echt fantastisch. Dus daar was ik ook heel enthousiast over. Dat is die. Dan hebben we hier de lip en cheek stick. Dit is de activator eigenlijk. Hij heeft de naam C01 Sweet Glory Days. Dat is deze. Het is zo'n product die werkt naar de pH-waarde van je gezicht en je lippen. Ziet er dan zo uit. En naar aanleiding van hoeveel pH er in je huid zit... Dit is de swatch, kleurt die dus. Dus bij de een zal die donkerder kleuren als bij de ander. Bij mij kleurt die dan wel vrij fel, omdat ik best wel een hoge pH-waarde heb. Maar dat vond ik ook echt fantastisch. En dan de 4 nagellakkleurtjes. Hier heb ik de C03 Happy Sky Dancer. Het is een blauwe kleur. Deze hebben dus ook 4 verschillende paardjes op de dop staan. Hele fijne nagellakjes. Ze blijven op zich redelijk zitten. Ze chippen wel wat sneller, maar dat zijn we op zich wel gewend. Maar het zijn hele leuke pasteltintjes. Dit is de kleur C01 Sweet Cotton Candy. Dat is de roze variant. Ook fantastisch. Dan hebben we hier de C02 Pretty Sunlight, een oranje kleurtje, ook heel leuk. En de laatste die ik dan heb, dat is de C04 Lovely Mint. Hele leuke nagellakkleurtjes die ook wel heel erg leuk bij de lente passen, vind ik zelf. Dan heb ik een geurtje en dit is de Vigenji Amazing Life for Women Eau de Parfum. Dat is deze. Deze komt bij de Action vandaan. Er zit 100 ml in. Best wel veel. Het is een vrij basic flesje, maar wel heel mooi. En het is een heel erg zoet geurtje. Een beetje een bloemengeurtje, moet ik zeggen. Gewoon eigenlijk een heel lekker fris geurtje. Ook wel voor de zomer, vind ik. Ik vind hem gewoon heel lekker fris ruiken. Echt een beetje ook wat zoeter. Dat moet je ding zijn. Ik moet wel zeggen, hij vervaagt wat sneller. Dus je moet hem wel wat vaker bijsprayen. Maar ja, dit geurtje is zo goedkoop en... Oh, het hele doosje ruikt hem zo lekker. Ik kan eraan blijven ruiken. Ja, ik vond hem zelf gewoon echt heel erg lekker. En ook al ben ik dus thuis, vind ik het wel lekker om een geurtje te dragen. Vind ik het niet heel erg als het heel snel vervaagt. Maar dit vond ik een heel lekker geurtje, deze.
Dan heb ik twee serums. En ik heb hier allereerst de Daily Drop Energy Ampul. Dat is dus een face serum met een glow booster. Dat is deze. Deze zijn van Essence trouwens. Ik hoef deze niet te swatchen, want ze zijn transparant. Ze hebben dus een pipetje. En dat is wel heel fijn. Je zit hier bovenop een knop, daar kun je op drukken. En dan is die gewoon heel makkelijk aan te brengen. Deze ruikt ook licht naar citroen. En deze kun je dus gewoon gebruiken onder je make-up. Maar je kunt hem ook toevoegen aan je dagelijkse verzorgingsroutine. En ik merkte gewoon dat mijn huid deze heel lekker opnam. Het trok heel snel in. Mijn huid ging er eigenlijk heel lekker op. Het ruikt dus heel aangenaam. En ja, ik vond het zelf gewoon heel fijn dat mijn huid hier gewoon echt een verzorgingsboost van kreeg. Dus dat is deze. Dan heb ik dus ook de paarse variant. En die is dus heel geschikt voor de nacht. Want dit is de Daily Drop of Beauty Sleep Ampoule Face Serum. En hier zit lavendel in. Verder werkt hij helemaal hetzelfde met zo'n dop en dus zo'n pipetje. Je ruikt echt de lavendel. En als je dit dus aanbrengt voor het slapen gaan, dan raak je dus heel erg gekalmeerd. En doordat je zo kalm wordt door die lavendelgeur, val je heel lekker in slaap. En je huid wordt eigenlijk gewoon lekker verzorgd door dit serum. Ja, ik vond het twee hele fijne serums. Dus echt, echt hele fijne producten. Ze zijn best wel aan de prijs voor de Essence kant eigenlijk. En ja, er zit ook niet super veel in. Want ja, als je er een beetje veel van gebruikt, ben je er wel snel doorheen. Ik kan het heel slecht lezen, want dat vind ik heel jammer. Ze hebben dus op de achterkant hebben ze gekozen voor een paarse tekst en ook een rode tekst. Ja, dat valt op oranje en paars natuurlijk weg. Dus je kunt het niet zo makkelijk teruglezen. Maar wel twee hele fijne producten, moet ik zeggen. Dan heb ik van Catrice een oogschaduwpaletje. En dit is het de Dusty Matte Eyeshadow Palette. Dat is deze. Deze heeft 8 hele zachte en long-lasting matte en metallic kleuren. Die heel intens zouden zijn. Dit is een van de nieuwere paletjes ook. Kijk, hij ziet er zo uit. Je ziet ook al dat ze zacht zijn. Want ik heb er dus flink in zitten dippen. Ik zal even een paar kleuren opnemen. Maar eigenlijk klopt die achterkant niet. Want er staat dus letterlijk metallic shades. Maar die zie ik eigenlijk niet echt. Want het zijn vooral matte kleuren. Dit is de pigmentatie. Het zijn wel donkere kleuren. Dat moet wel echt bij je passen. Maar ik vond hem zelf wel heel mooi. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, heel veel verschillende ooglooks zie ik hier niet mee. Of het wordt allemaal heel donker. Maar ik vond toch de ooglook die ik ermee gemaakt heb wel heel mooi. En je kunt natuurlijk ook voor kiezen om gewoon één kleur te gebruiken. Ik zie nu wel gelijk dat hij heel poederig is. Omdat het echt hele zachte kleuren zijn. Maar omdat die wel fijn blendt en een goede pigmentatie had, vond ik het toch een heel fijn palet. Hè? Dan heb ik een High Shine Topcoat van Essence, van Max & More. En deze vond ik wel heel fijn. Dit is gewoon een topcoat die je aanbrengt over je net gelakte nagels. En hij glansde echt heel mooi. En ik had ook niet het idee dat mijn nagellak er sneller van sleet. Dus ik vond echt gewoon dat hij een hele mooie glans gaf. Hij heeft gewoon een heel basic applicatortje of kwastje waar je het mee aanbrengt. Maar ja, hij gaf echt wel een hele mooie glans. En ik had al meer producten van deze lijn geprobeerd. En ik vond de olie heel fijn. Maar de topcoat vind ik ook wel heel fijn, moet ik zeggen. Dan heb ik van Essence uit de Lip Care Booster lijn het Overnight Lip Mask. En dat is deze. Dit is echt een heerlijk lipmasker. Hier zit watermelk in. En hij verzorgt je lippen en maakt ze ook nog eens heel erg zacht. En dat vond ik heel fijn. Hij ziet er ook best wel dik uit. Je kunt zien dat ik er goed in gedipt heb.
Je brengt het aan voordat je lekker gaat slapen. Laat het lekker intrekken en de volgende dag heb je gewoon echt hele zachte lippen. Ik hou zelf wel van lipmaskers en vind het ook gewoon het lekkerst om dit soort producten lekker in de nacht te gebruiken. Omdat het gewoon de hele nacht kan intrekken. Ja, en ik merkte gewoon echt dat mijn lippen er heel verzorgend en zacht uitkwamen na het slapen. Dus ja, ik vind het een heel fijn lippenmasker. Dan heb ik de Mattifier All Control Primer. En hier zit Evermatte en Willow Bark Extract in. En deze is van Catrice. Dat is deze. Dit is eigenlijk gewoon een primer die ervoor zorgt dat je niet zoveel meer glimt eigenlijk. Hij zou ook je poriën wat kleiner maken. Ik zie dit zelf eigenlijk nooit zo goed terug. Maar dat vind ik ook niet zo heel erg, want ik gooi er toch altijd foundation overheen. Deze is overigens vrij van microplastic deeltjes, siliconen, minerale oliën en parabenen. En er zit ook geen alcohol en parfum in. Hij heeft gewoon een vrij kleine opening. Er zit net dat dingetje er weer voor. Kijk. Oh. Ik zal hem eventjes een beetje aanbrengen. Kijk, is verder gewoon heel transparant. Smeert makkelijk in. Is gewoon ook geurvrij. Dus ook heel fijn voor je huid. Vooral als je een gevoelige huid hebt. En ik vond hem gewoon heel erg prettig aanvoelen op de huid. En hij maakt inderdaad je huid ook wel een stukje matter. Dus dat is deze. Heel fijn ook. Dan heb ik twee Magical Velvet Lip Gloss en Lip Liner Lip Kits. En deze komen van de Zeeman. En hier komt nog een video van online. Maar dat zijn deze. Leuke verpakkingen ook in de vorm van lippen. Ik ga ze er eventjes uithalen. Dit zijn gewoon twee setjes. Ze zijn van het merk Sense Beauty. Ik ken dit zelf niet. Dit zijn de producten. Ik heb hier de twee lipliners en de twee lipglossjes. Ik zal even beginnen met de lipliners. Het is eigenlijk gewoon een lippotlood. Je moet hem wel zelf slijpen, maar ondanks dat je hem zelf moet slijpen, voelde hij heel smooth en zacht aan. En daar was ik echt heel erg enthousiast over. Dus dat vond ik echt wel heel fijn. Ik heb hem dus in een roze kleur, maar ook in een rode kleur. En ik zal ze even gewoon naast elkaar swatchen, zodat je even de kleuren kunt zien. Kijk, dit zijn dan de lippotloden. Ja, heel fijn. Je kunt ook je lippen hiermee inkleuren, maar ik vind het gewoon mooi om ze hiermee te omlijnen. En dan heb ik hier dus de twee lipglossjes. En deze drogen dus mat op. Ik moet wel zeggen, je moet daarna wel echt eventjes, als je het hebt verwijderd, een hele fijne lippenbalsem aanbrengen. Want je lippen voelen wel wat droog aan, maar de kleur was echt heel mooi. Ze hebben een basic applicator. En dan zal ik ze even naast elkaar swatchen, dat lijkt me handig. Ik vond ze echt heel fijn. Heel erg zacht en... Ja, ook geurloos eigenlijk wel. Dan zijn dit dus de lipglossjes. En ik vind het eigenlijk een beetje raar dat ze lipglossjes heten. Want het zijn gewoon echt matte liquid lipsticks. En dat kun je ook al zien. Je verwijdert het niet heel makkelijk. Want kijk, ik heb het nu van mijn hand proberen te halen. Je ziet nog steeds een beetje rood. En roze. Maar het zijn echt twee hele fijne lipkits. Dus deze heb ik gewoon bij de Zeeman vandaan. Heel fijn ook. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette van Essence. En dit is het Welcome to Miami Eyeshadow Palette. Heel erg mooi. En wat heel erg leuk is, en dat zal ik jullie even laten zien. Er zit een QR-code op. En als je die scant... word je doorverwezen naar Instagram... Kijk, en krijg je dus een Miami look hiermee. Dit krijg je dus te zien. En dan kun je dus een foto maken waardoor het lijkt alsof je in Miami zit. Hij pakt nu alleen mijn ogen. Dat is wel een beetje raar. Kijk, zo ziet het er dan uit. Het ziet er natuurlijk heel raar uit omdat hij alleen mijn ogen pakt. Maar hij pakt normaal ook gewoon je gezicht. Want ik heb het al een keer geprobeerd. Maar voor nu heeft hij er niet zo heel veel zin in. Maar dat is wel een leuk extraatje.
Ja, heel erg mooie paletten. Binnenkant is ook fantastisch, want die loopt ook door. Kijk, en dan zijn dit de kleurtjes. Er zitten hele mooie kleurtjes in. Je hebt shimmer kleuren, matte kleuren. Hier en daar zie je ook een superleuk patroontje erin zitten in de oogschaduw. Hier zit er eentje en ook hier zit er eentje. Supermooi paletten. Leuke ooglooks mee mogelijk en een hele goede pigmentatie. En ze blenden heel makkelijk in. Ik ga even wat kleuren oppakken. Kijk, dit is de pigmentatie. Dus wel heel erg mooi, vond ik zelf. Ja, ik vind het ook wel een heel erg leuk paletten voor de zomer. Maar ja, eigenlijk kan het gewoon ook wel altijd. Maar als ik naar de kleuren kijk, dan krijg ik zelf wel een beetje de zomervibes hiervan. Maar superleuk, echt heel erg mooi paletten. En gewoon een superleuk extraatje met die QR-code. En het palet is ook prachtig om te zien, moet ik zeggen. Dus echt een heel fijn palet ook. Als laatste heb ik dan nog 4 Power Plumping Gel Lipsticks. En deze zijn van Catrice. En dit is de Flower and Herb Edition. En die zien er gewoon zo uit. Ze hebben allemaal dezelfde verpakking. Op de onderkant staat omdat het om een Flower and Herb Edition gaat. Maar het zijn echt 4 hele leuke kleuren. Ik heb ze in de 040 Pomegranate Flower. Dat is een rode kleur gewoon. Ook heel erg leuk de afdruk die in de lipstick zelf staat. Ze hadden ook een hele aangename geur. Dit is de 040. Dan hebben we hier de 020. En dat is de Magnolia Bouquet. Dat is dit kleurtje. Heel mooi. Ze bleven gewoon heel mooi zitten. Voelen fijn aan op de lippen. Ze geven natuurlijk wel lichtelijk af. Ze zouden dus een soort plupping effect moeten hebben. Maar ik moet wel zeggen, mijn lippen werden hier niet voller van. Maar ik vond de kleuren wel heel erg leuk. Dan hebben we hier de 010 Pony Petal. Dat is een wat lichter kleurtje. Ook wel heel erg mooi. Dat is deze dan. En de laatste kleur die ik dan heb, dat is de 030 Blooming Orchid. En dat is ook weer een beetje een rood kleurtje. Maar hij is wel anders rood als de andere kleur. Want deze is wat lichter rood als de eerste kleur. Hele fijne lipsticks die gewoon lekker makkelijk aanbrengen. Goede pigmentatie hebben. Dus ja, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Dan waren dit mijn favoriete producten van april. Ik ben er weer heel blij mee. Blij dat het ook weer terug in mijn stash kan, zodat ik het lekker weer vaker kan gaan gebruiken. Vind ik altijd wel heel erg leuk. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je naar aanleiding van deze video nieuwsgierig bent geworden naar de producten. Laat het zeker even weten in de comments. De collectie van My Little Pony ligt op dit moment nog wel in de winkels. Maar het is wel een collectie waarvoor geld op is op. Dus ik weet niet in hoe snel die de winkels uitvliegt, want ik heb hem zelf online gekocht. Maar goed, ik kan in ieder geval mijn producten weer lekker gaan gebruiken. En dan is het mandje weer leeg voor de nieuwe maand. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!